Deze twee jongens vormen al jaren een muzikaal duo en vorig jaar wonnen zij de Buma NL Award voor beste nieuwkomers. Ze zijn vandaag hier om het over een nieuwe single te hebben, Gek of Geniaal. Hartelijk welkom, je kijkt naar Toffe Gasten. Goed dat je weer kijkt naar sterren.nl. Vandaag twee vrienden van de show te gast, Mike en Colin. Jongens, leuk dat jullie zijn hier bij Toffe Gasten. Top. Alles goed? Heel goed. Alles overleefd in Gelos, want ik heb gezien dat jullie in Oostenrijk waren. Ja, om daar we hebben treden. Alles overleefd. Zeg je met een grote grijns. Ja. Was het leuk? Ja, was heel leuk. We hebben, hoeveel dagen hebben we geskiet? En hoeveel dagen hebben we afgeskiet? Vijf dagen geskiet. En volgens mij afgeskiet. Ja, ze voelden het wel in ieder geval. En dan sta je daar in die Chin Chin, dat is zo'n apres-ski-tent, om daar op te treden, toch? Ja, ja. Hey, maar want jij was toch onlangs nog geblesseerd? Of ja, klopt. Aan mijn bovenbeen, ja. Ik, dat is 3 maanden geleden ongeveer. Nou, en ik mag, het is leuk dat je vraagt, ik mag aankomende zondag weer voor het eerst een paar minuten meespelen met het elftal. Dus, met voetbal? Ja. En kan dat dan wel, heeft dat dan geen last met als je aan het skiën bent? Nee, ik heb er geen, want ik ben nog wel naar de fysiotherapie geweest en die zeiden van, nou ja, ga het maar proberen. Als het kan, kan het. En ik liep daarvoor ook al 2 weken weer hard, zeg maar. Dus ja, dat is toch wel, wel relaxed. Want ik vind het, ja, jij vond het wel lastig om te skiën. Maar ik had het wel alles een keer eerder gedaan. En ik vond het vet leuk. Dus ik zal wel balen als ik dan op een stoeltje moet gaan zitten. Van, nou jongens, veel plezier met skiën. Ja, weet je wel. Nee, dat is verschrikkelijk. Ja, dus het ging prima, ja. Hey jongens, leuk dat jullie er zijn. Hoe gaat het op muziekgebied? Want daarom zijn jullie hier natuurlijk. Ja, gaat weer goed. Hè? We zijn alweer druk bezig ermee. Gek of geniaal. Hij is de afgelopen week was hij de hele week de sterren.nl paradeplaat. Daar gaan we het straks over hebben. Want dit is volgens mij jullie 6e single alweer, hè? Ja. Wordt het dan niet zachtjes aan tijd ook een keer om na te gaan denken over een album? Ja, we denken er al bij. Na de eerste dag dachten we er eigenlijk al over na. Maar zijn wij de enige nummer die er nog over nadenken? Nee. Ja, dus, als het komt, komt het. Maar dus even, je zegt, we zijn de enige die erover nadenkt. Ja, is het moeilijk in deze tijd? Om, ja, heel moeilijk. Ja, het is, alleen al een single verkopen is al moeilijk. Dus laat staan een heel album gaan verkopen. Dus dat is, deze single is ook alleen te downloaden. Hij is niet fysiek in de winkel te koop. Oké, dus zoals ik hem hier heb liggen, heb ik dat is de promotie materiaal, zeg maar. En die gaat dan naar de radio en tv en dat soort dingen. Maar wat Mike ook al zegt, het is echt gewoon heel lastig om je single nog te verkopen. En helemaal als je nog niet zo bekend bent. En ja, dat maakt het gewoon enorm moeilijk dat een platenlabel zegt van, nou, weet je wat we doen? We gaan er dus een album tegenaan gooien. Nou. Vooral in deze tijd ook. Precies, ja. Het is gewoon een heel lastige tijd. Maar ja, weet je, we hebben onderhand al 6, dus we hebben al een half album bijna. Nou ja, ik bedoel, straks kunnen we meteen een best of uitbrengen. Hey, je zegt zelf, omdat je nog niet heel erg bekend bent, maar jullie timmeren toch wel lekker aan de weg. Ik bedoel, het gaat toch wel de goede kant. Ja, ja, dat sowieso. Het gaat ook wel goed. We merken ook wel dat we steeds bekender worden. Maar ja, het is natuurlijk nog steeds elke dag hard werken om je plekje te veroveren en te blijven waar je nu, zeg maar, tot nu toe bent gekomen. Dat is wel, maar hoe presteren jullie dat dan om elke keer weer in die spotlight te komen? Is dat niet, het lijkt me ook best wel vermoeiend om elke keer maar weer te denken van, joh, ik moet in die spotlight blijven. Ja, nou, het is ook wel vermoeiend, want het is keihard werken. En de mensen om ons heen, die verkijken zich soms wel eens op van wat we allemaal doen. En dan zien ze wat je doet en dan denken ze zo, nou. Dus als ik een dag moet optreden of een dag zou moeten werken, en met een dag optreden ben ik helemaal kapot aan het einde van de dag. Maar het is zo leuk om te doen, dat je 's ochtends vroeg, heb je maar 2 uur geslapen, je komt gelijk je bed weer uit, want het is zo leuk om te doen. En we genieten er elke keer van. Dus het is ook niet erg. We vinden het niet erg om te doen, om de kaart voor te werken. Momenteel is het wel gewoon jullie fulltime job, toch? Yes. Ja, we proberen het in ieder geval, want het is soms wel lastig qua financiën. Mm-hmm. Omdat, ja, we zijn ook nog eens met z'n tweeën, dus alles wat er binnenkomt moeten we ook nog eens even delen. Ja. Dus dat maakt het soms wel heel erg moeilijk. Maar ja, het is gewoon, we proberen in ieder geval er vol voor te gaan. En ja, nou ja, tot nu toe gaat het hartstikke goed. We hebben heel veel mensen achter ons staan die vertrouwen in ons hebben. Ja. Dus dat is in ieder geval wel echt een pluspunt. En het enige wat wij kunnen doen is keihard werken en dan maar zien waar het schip strandt. Ja, maar vorig jaar vonden jullie de Buma NL Award voor beste nieuwkomer. Ja. Betekent dat dan nog ook wat voor jullie? Ja, ja. En merk je daar ook nog wat van in het land? Ja, je merkte het wel later pas. We dachten van, oké, nu hebben we die Buma NL Award gewonnen. En toen merk je, ja, in ieder geval de volgers op Twitter die schoten omhoog na die dag. Dus dat is, mijn telefoon heeft de volgende dag volgens mij niet stilgestaan. Je werd er helemaal gek van. Maar het is echt te gek om dat mee te mogen maken. En dan merk je een half jaar daarna, merk je eigenlijk, hey, er komen boekingen uit.
En er komen andere dingen uit en mensen willen ons nu, weet je wel, ons boeken. En niet, eerst was het altijd van, oké, weet je, we hebben een aantal artiesten staan. We hebben nog een plekje vrij, wat doen we erbij? Nou, doen we Mike & Connor er maar ertussen, is wel leuk. En nu meer word je echt geboekt. Gewoon van, nou, weet je wel, we willen Mike & Connor vandaag voor die dag hebben, als de hoofdact te staan. En dan merk je, eigenlijk pas een half jaar na de Buma & Ellen Awards. Dus, ja. Dat heeft wel even tijd geduurd voordat we dat merkten. Maar ja, mensen willen daar ook natuurlijk, die hebben daar de tijd voor nodig. Om, ja, om daar advertenties te maken. Dus gaat nu eigenlijk pas echt zijn vruchten afwerpen. Ja, dat merken we wel, ja. Nou, jullie zesde single is dus uit. Gek of geniaal. Ik heb een klein beetje meegekregen op internet dat er een heel soort van quiz omheen werd bedacht om zeg maar de titel te raden. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan eens kijken naar een oudje. Zo moet het blijven. Zo moet het zijn, zo mag het blijven. Zo heb ik het steeds gewild. Alles past hier perfect samen. Ook al is het nieuw en vreemd. Zo moet het zijn, zo mag het blijven. Als een ongetemde lust. Alles past hier perfect samen. Mike & Connor bij mij te gast bij Toffe Gasten met hun nieuwste single die de afgelopen week, de hele week, de sterren.nl paradeplaat was bij sterren.nl. Als jullie dat dan krijgen te horen, zijn jullie dan ook daadwerkelijk echt blij van yes, we hebben hem te pakken? Heel blij, ja, echt heel blij. En hoe gaat dat dan? Bellen jullie elkaar op? Ja, meestal bel ik hem op en dan bel ik, heel enthousiast ben ik dan. En dan ga ik iedereen die ik ken zo een beetje ga ik lastig vallen met van, hey, dat is een paradeplaat. En zelfs mensen, oké, en dat is, weet je. Ja, maar ik vind het helemaal geweldig. En dan bel ik hem op en dan, hij is net zo enthousiast en dan gaat dat bij hem ook weer. Dus ja, wij vinden dat helemaal te gek als we dat überhaupt in aanmerking voorkomen. Want ik was zojuist even in de kleedkamer. Jullie stonden daar ook een beetje op te frissen en om te kleden. En waarop jij zegt, oh ja, we zijn nog ergens 10 binnengekomen. En Jorin, dat weet ik helemaal niet, zeg jij dan nog. Ja, nee, ja, dat is dan weer, dan ben je ergens weer op 10, kom je dan binnen, nieuw binnen. En dan hoor ik dat van iemand en dan zeg ik tegen hem van, wist jij dat? Ja, ja, dat wist ik al. Hij weet niet, ja. Ben jij degene die meestal het voortouw heeft in dat soort dingen? Ik hou alles wel een beetje in de gaten, inderdaad. Ik sla al die dingen wel op. Ik weet precies hoe vaak onze clips zijn bekeken en zo. Want ik check dat elke week. Ik ga kijken van, die is wel goed bekeken. Dat gaat lekker hiermee. En als het niet goed gaat, dan stuur ik een tweetje uit van, jongens, we hebben nog een videoclip, weet je wel. Ja, misschien vind je het leuk om eens daarna te kijken of wat dan ook, weet je wel. Of waarom kijken ze daar niet naar? Ja, precies. Gaan we kijken van, hoe zouden we dat beter aan kunnen pakken? Van, als iets niet loopt of zo, van, hoe kunnen we dan kijken van hoe dat wel gaat lopen? Dus het is ook puur om voor onszelf een beetje de controle te houden over de dingen van, ik ben sowieso een beetje controlfreak hoor, maar hij weet al die kleine dingetjes, weet je, van, heb je die poster gezien daar van ons? En heb je dit gezien daar? En die zie ik nooit, dus dat houdt elkaar wel lekker in evenwicht. Jullie hadden een soort quiz bedacht op Facebook en op Twitter, ja, om zeg maar jullie fans te laten raden hoe jullie nieuwe single zou gaan heten. Dat hebben jullie gedaan door middel van tips, zeg ik dat goed? Ja. Vertel, hoe is dat gegaan? Ja, we hebben verschillende tips eruit gestuurd. We hadden eigenlijk van tevoren alleen hashtag GOG op Twitter eruit gestuurd. En dan komt er automatisch bij ons ook op Facebook dat mensen konden raden wat dat betekende. Nou, daar kregen we al de meest briljante bedenksels op. Ja, want hier bij Sterren.nl hebben ze dus ook een prijsvraag van gemaakt. Konden mensen een meet and greet winnen met ons. Dus daardoor werd dat nog een level hoger getild. Nee. Dat iedereen, oh, nou wil ik ook wel, weet je wel. Dus dat was wel heel leuk. Maar... ja, en toen hebben we een aantal tips eruit gestuurd. Waaronder de eerste tip was volgens mij het nummer 11. Dat iedereen dacht, 11 heeft het met voetbal te maken. En toen kwam hij met Wilhelmus. Dus toen dachten ze helemaal dat het met voetbal te maken had, met het Nederlands elftal. Maar dat was het allemaal niet, want 11 is het gekke getal. Ja. Het Wilhelmus, daar staat dan weer, als je dat van... Het staat Willem van Oranje. Onder, staat in 15 letters. Alle eerste letters van de zin. En dat hadden wij ook gedaan in de allerlaatste blog van ons. En die stond er 2 dagen online. En dan hadden we gewoon van beneden, van boven naar beneden, hadden we gek of geniaal gewoon geschreven. En we hadden nog E is MC kwadraat. Dat is van Einstein, formule. Van relativiteits. Ja, precies. En dat is dan weer geniaal. Dus als je dat een beetje had gepuzzeld, had je het ook. En zijn er mensen, zijn er fans geweest die het uiteindelijk hebben geraden? Nou, er zijn er uiteindelijk, want om 12 uur zou het dan bekend worden gemaakt, 's avonds, op de dag van de release. En ik geloof dat om 10:50 of zo was de eerste die zei, ik weet het, weet je wel. Maar ik vond het wel mooi dat iedereen stuurde toen naar die persoon.
van, ja, wat is dat, wat is het? Ja, ga ik niet vertellen, zoek het zelf maar, weet je. Dus dat vond ik dan wel weer leuk. Dat zoiets hadden van, nou, ik ga het niet vertellen. Dus dan is de 12 uur. Ja, precies. Dus dat was wel, het was leuk geworden, ja. Iedereen hey, en wat is de strekking van het nummer? Waar gaat het over? Nou, het gaat eigenlijk over het feit dat je, als je verliefd bent en, of gek op iemand bent, mm-hmm. dat je eens een keertje niet een keer aankomt met een bosje bloemen van, nou, ik vind je top. Maar dat je eens, kijk eens, doe eens een keer iets anders. Bijvoorbeeld. Ja, nou ja, ja, het kan gek zijn op een gegeven moment. Ja, ja, ligt maar net aan hoe je dat bekijkt. Nee, maar ja, dat je het een keer gewoon iets anders doet, weet je wel. Denk nou eens een keer uit, buiten de, hoe zeg je dat? De het boekje. Ja, precies. En, want ik denk dat dat veel beter werkt. En al die clichés, ja. Ik bedoel, maar ben jij zelf een beetje van de clichés? Van de clichés. Ja? Ja, een beetje zelf wel. Het is ook niet echt helemaal autobiografisch. Maar ik kan een mooi verhaal vertellen over waarom ik het nummer zo heb geschreven. Zeg maar. Mijn opa, die zal ik even in de noten vertellen. Mijn opa, toen hij mijn oma leerde kennen. Ja? Dat is ongeveer, wat is dat, een jaar of 60 geleden. Ja. Jaar of 60 geleden, denk ik, of zo. En die zat toen in de trein in Amsterdam. En die praatte toen met een paar mensen die daar toevallig in de trein tegenover hem zaten. En die lieten een foto zien van een vrouw. En die vond hij zo verschrikkelijk mooi. En die kon hij niet uit zijn hoofd zetten. En toen had ik gezegd, nou, als ik in Amsterdam ben, dan geef me je adres. Kom ik wel een keer opzoeken. Toen stapte hij uit in Groningen, waar hij woonde. En toen op een gegeven moment had hij zoiets, ja, ik kan die vrouw niet laten gaan. Dat is echt de vrouw voor mij. Yeah. Toen is hij teruggegaan in de trein, is naar Amsterdam toe gegaan. Is hij naar de locatie toe gegaan. Is hij gaan vragen waar die vrouw woonde. En toen is hij naar die vrouw gaan aanbellen. En die is nu al iets van 60 jaar met haar getrouwd, met mijn oma. En dat vond ik zo'n mooi verhaal, dat ik dacht bij mezelf, dat is gewoon... Dat, ik bedoel, ik ken niemand die dat nu nog zo op die manier zou doen. Die zoek je op Facebook, ik bedoel. Snap je? Dus, en ik vond dat zo mooi dat ik dacht van ja, weet je, misschien is het wel heel gek wat hij doet. Maar aan de andere kant is het eigenlijk ook briljant, want hij is nu al zo lang gelukkig met haar, snap je? Dus ja, dat is een beetje de strekking van het liedje. Het is natuurlijk wel een beetje commercieel gezien, wat anders neergezet. Maar daar is wel de inspiratie voor het liedje vandaan gekomen. En ben jij dan helemaal er verantwoordelijk over? Want ik neem aan dat jullie daar samen om de tafel zitten. Nee, ja, samen, absoluut. We hebben een tijdje terug zijn we op een gegeven moment, we waren hier geweest, toen zei jij van, nou, weet je wel, nu heb je alleen de tekst geschreven. Klopt. Volgende keer ook de muziek, ja. Weet je niet meer? Dus we hebben er ons aan gehouden. Dus, nee, we zijn op een gegeven moment aan de tafel zitten van, wat willen we eigenlijk van muziek gaan maken? Want de nummers die we nu hebben gemaakt, vinden we allemaal te gek. Alleen... We willen iets eigens maken. Ja. En echt een eigen sound willen we gaan maken. Ook al is dat heel moeilijk om te doen. Nou kijk, het wiel is al uitgevonden, maar je kan het wel mooier maken. En voor ons gevoel dan. Voor ons gevoel. En we hadden zoiets van, nou, wat vinden wij een mooie muziek? Nou, daar zijn we even van gaan zitten. En we hebben daar heel veel verschillende stijlen, maar ook heel veel raakvlakken in. En op een gegeven moment kwam Colin met een demo van dit nummer. Ik zei, dit is gewoon te gek. Ik zei, dit is precies wat ik bedoel. En ik ben helemaal niet, ik kan geen instrumenten bespelen. Ja, ik heb zo'n eitje, dan kan je, die kan ik. Maar dan is het ook nog moeilijk als erbij moet zingen, dus dan gaat het mis. Maar hij kan gitaar spelen en piano spelen. En Rutger Kanes, die het nummer samen met hem heeft geschreven, mm-hmm. die kan ook keigoed piano spelen. Dus die zijn gaan zitten en hij schrijft de tekst ook altijd. En op een gegeven moment kwamen ze met een nummer aan. Ik zei, ik vind het echt te gek. En als ik het niks vind, zeg ik het ook. Alleen, ja, dit vond ik echt super. Dus nu was het hij, volgende keer ben jij het. Als je weer zit. Kijk, je had een lat overgelegd, dat wordt wel heel op. Hey jongens, we hebben er genoeg over geluld. We moeten er maar gewoon even naar gaan kijken en natuurlijk naar gaan luisteren. Mike en Colin hier met de ex-paradeplaat van Sterren.nl. Gek of geniaal. Alsof je weet dat ik op je wacht. Pak jij me vast en je fluistert zacht. Ik verklap je een geheim vannacht. Oh, 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 oh. De liefde is al zo vaak verklaard. Alles klinkt snel zo afgezaagd. Er is geen vrouw die je zo behaagt. Oh, 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 oh. Geef aan clichés geen gehoor. Daar vallen vrouwen voor. Geef een teken of signaal. Heel verlegen of brutaal. Maar als je stapelgek vindt. Is dat gek of geniaal? La 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 la. Vrouwen zijn al zoveel gewend.
een goed moment dat je net even anders bent. Oh, 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 oh. Clichés zijn er miljoen. Vandaar dat we het anders doen. Geef een teken of signaal. Heel verlegen of brutaal. Maar als je stapelgek verliefd bent, geef je helemaal. Dat gek of geniaal? Na 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 na. Geef je een teken of signaal, heel verlegen of brutaal. Maar als je stapelgek verliefd bent, geef je helemaal. Doe het simpel of speciaal. Dat gek of geniaal? Na, 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 na. Het is gezellig hier in de studio met Mike en Colin. En Colin, je zei het al, hij staat er weer. De bus met de iets wat pittige vragen. Het valt allemaal wel mee. Pak er eentje, geef hem volgens mij. Even kijken, wat was je eerste... Oh, ik weet toevallig nog wat je altijd doet als je 's ochtends opstaat. Dat is twitteren natuurlijk, toch? Is dat dat klopt eigenlijk wel, ja. Wat was het eerste wat je dacht toen je vanmorgen opstond? Gezellig weer naar sterren.nl. Ja, echt. Ligt hij? Nee, daar lig ik niet. Hij dacht, hoe kan het nou? Is Michael bij mij thuis? Nee, want ik stond toen onder de douche. Nee, dat dacht ik serieus. Ik werd wakker en de wekker ging behoorlijk vroeg. En toen dacht ik... Normaal gesproken denk ik dan, vroeg. Het klinkt misschien heel raar, maar ik vind het altijd heel gezellig. Dus dit soort dingen vind ik mooi. Dus dan, dat dacht ik vanmorgen. We doen er één. Nou, eentje voor Mike. Een hele pittige ook. Wat zou je doen als je één dag van het andere geslacht was? Op Collingspring. En nou niet liggen? Ja. Gewoon zeggen wat je denkt. Ik zou denk ik de hele dag met mezelf spelen. ik denk dat ik mezelf op zou zoeken. Je zou jezelf opzoeken? Ja, ik ga mezelf opzoeken. Meen je dat? Dat vind ik wel een hele rare gedachte. Ja, wat zou je doen? Ik denk dat ik de hele dag voor de spiegel sta. Ja, dat zou ik ook doen, denk ik. Voor de spiegel gaan staan. Ligt er wel aan hoe je eruit zou zien natuurlijk. Ik vond mij toch best pittig. Ja. Hoe ver gaan jullie voor jullie succes? Nee, ik wou zeggen tot het gaatje, maar... Dat is na de vorige vraag al een beetje vreemd. Nee, hoe ver gaan we voor het succes? Ja, zo ver als netjes blijft, laat ik het zo zeggen. Ja? En zijn er dan ook wel eens dingen waarvan jullie denken van... Nou, het is misschien maar beter dat een ander dit niet weet, maar voor ons is het wel goed. Dat je net even over het randje gaat. Nou ja, misschien nog niet meegemaakt. We hebben het nog niet meegemaakt, maar misschien wel. Ik weet niet, dat ligt denk ik wel een beetje aan de situatie zelf. Maar ik bedoel, ja, als het qua carrière zou helpen of zo... en het zou niemand schaden, ja, dan wie weet. Wie gaat er verder? Mike of Colin? Oh, hij. dat denk ik wel. Hij is wel wat dat betreft wel... Daarom schrijft hij de teksten. Ja. Oké, we doen er nog eentje, de laatste. Knap en dom, gek of geniaal, lelijk of slim? Ja, dan zou ik gek of geniaal doen, denk ik. Ja, ik denk het ook. Wat knap dom ben ik al? Knap dom. Lelijk en slim. Ja, ik heb nooit zoiets met slim. Ik ben niet zo... Nee, ja, lelijk en slim. Ja, ligt aan... Qua innerlijk en uiterlijk, lelijk, maar ik vind gek of geniaal wel een mooie. We houden het op gek of geniaal. Goed idee. Jongens, super bedankt voor jullie komst. Heel veel succes met alles. Ja. Van de zomer nog heel veel optredens natuurlijk straks. Ja, het staat er ook weer aan te komen, toch? Ja. Al die feesttoestanden, dat kunnen jullie allemaal nog zien. We hebben er zin in. Oké, nou, voor meer informatie kun je natuurlijk altijd nog eventjes naar de site gaan van Mike en Colin. En neem dan ook gelijk even een bezoekje van onze site. www.sterren.nl word je op de hoogte gehouden van, ik zeg het elke week, van al het nieuws omtrent onze sterren. Ik wil jou bedanken voor het kijken. En wat mij betreft, tot snel. Doeg.